is Bismarck. I'm the drunk dance rocker, but don't drink vodka. Never sang a song for Velvet Shaka. Rap rhyme schooler, pole position ruler. In seventh grade I had a teacher named Mr. Doola. I'm very unique and you will agree. One in a million like Muhammad and Aaliyah. A self-believer, an overachiever. Have more stunts than Colonel Sievers. Ain't no other like B-I-Z. M-A-R-K-I with the E. Hang at the rucker, got a Hummer trucker. Wouldn't trade the busy boy, cause I'm no sucker. I be bouncing like a ball when I say yes, y'all. If you don't rock with me, you won't rock at all. So check me out without no doubt. I guarantee the rock and turn the party out. We're gonna do bad, gonna do bad, gonna do bad, gonna do bad. We're gonna do bad, gonna do bad, gonna do bad, gonna do bad. I'm on, like popcorn, like a Saturday night at the Autobahn. To the brother, ain't the one to connect with the man with the plan with the most finesse. I make you scream and I make you dance. I'm guaranteed to rock the mic and put you all in a trance. So listen to the brother, ain't no other can stutter or runner and runner and rap that MC butter. The man that do the upper 1-2 or I rock with you. So listen to me, cause I'm the original B. I think I'm okay, I was the E. Yeah, I guarantee the rock and turn the party out. Rafaël is een breakdance crew, bestaande uit allemaal jongeren van Leuven. We zijn daarmee begonnen in school. We hadden dat gezien op tv en zo, wat breakdance eigenlijk was. Zoals in de clip van Run DMC. En we vonden dat wel tof om te doen en we dachten van we gaan zelf ook eens proberen om al die bewegingen na te doen. En, ja, dat was zo tof eigenlijk dat we in school gaan vragen zijn om 's middags te kunnen oefenen in een zaaltje. En dat zaaltje hebben we dan gekregen en hebben we daar elke middag geoefend. En daar kwam vrij veel volk heen die daar ook in geïnteresseerd was. Na een jaar of zo hebben we nog andere mensen leren kennen van in Leuven gewoon, die daar ondertussen ook mee bezig waren. En daar zijn we dan beslist om samen één groep te vormen. En, ja, in de loop der jaren zijn er dus nu al een paar mensen afgevallen, want we hebben ooit ook nog met MC's en DJ's gewerkt. Er zijn dan ook mensen bijgekomen, zoals Free, die zorgt nu eigenlijk voor onze website. En zoals Anouk en Eva, die het vrouwelijk gedeelte vertegenwoordigen. Dans gewoon al heel mijn leven en dan heb ik Matthias leren kennen en dan... Eva, dus die vriendin van mij, die doet dan turnen en dus die wil snel weg met die breakmoves en dan zijn we zo samen bij elkaar gekomen. Meisjes kunnen nooit de moves maken die jongens doen, want we hebben gewoon niet zoveel spieren en zo. Ik denk dat meisjes meer moeten hebben van creativiteit en hun lenigheid. Ontspanning zou ik niet echt noemen. Het is eerder een inspanning, maar ja, het is iets anders dan jazz en street dance. En, ja, en gewoon kan ik nog iets met de man op stap. We zijn ook onlangs op Zonder Randen geweest. Dat is een deel vanuit Man Bed Hond. We zijn dan wel heel blij geweest dat we 5 keer zijn mogen terugkomen. En ja, dus, elke keer met zeer veel stemmen eigenlijk. Uiteindelijk, als je daarvan terugkomt, voel je toch een sterkere groep zo dan de ja, samen stressen gewoon. Het heeft de groep zeer bevorderd. Iedereen kan eigenlijk breakdansen, maar er zijn altijd mensen die ja, het voorrecht hebben van al aanlicht hebben ofzo. Ja, maar iedereen heeft zo wel zijn eigen kwaliteit dat hij daar kan insteken. Dat is wel bij de ene meer creatieve dingen, de andere zal meer in kracht goed zijn ofzo. Wij zelf geven ook les hier in Leuven in het jeugdcentrum. En dat is eigenlijk een samenwerking met mensen vanuit Brussel, met School of Hip Hop. School of Hip Hop is een project dus rond hip hop en dat is opgestart met Quinte van ABN. En dat zijn eigenlijk workshops rond DJ, MC'en, graffiti en breakdance. De bedoeling met School of Hip Hop is dat zou doorgaan in elke grote stad van België.
Dus ze gaan proberen om dat ook te laten doorgaan in Gent en in Antwerpen. En dat eigenlijk één grote samenwerking is rond hiphop allemaal. En het team dat wij daarin doen is dus die breakdance lessen in Leuven.